Ik ben Elke Jurissen. Ik ben Inclusive Leadership Expert. Ik ben ook oprichter van Fierce Ladies Tribe. En dat is eigenlijk een accelerator voor vrouwen met ambitie, omdat het mijn absolute overtuiging is dat vrouwen elkaar veel meer zouden moeten helpen. En dat doen ze ook in ons netwerk. Heel wat vrouwen, als je zou vragen van ben je ambitieus, dan wordt er vaak zo wat geschuifeld. Hè. En ik heb gemerkt dat er twee typen antwoorden zijn. Ofwel zeggen vrouwen van ja, ik ben heel erg ambitieus en ik wil dit en dit en dit. Of ik ben al een stuk in een senior positie. En dan hebben ze heel vaak veel energie spendeerd aan dat verdedigen, die keuze. Maar je hebt ook die andere categorie vrouwen en dat zijn degenen die eigenlijk zwijgen over hun ambitie. En daar zit heel veel onontgonnen potentieel. Dus mijn advies naar vrouwen is, denk eens na over wat jij wil in het leven. Misschien is jouw eerste idee ook niet hetgeen wat je echt gaat doen, maar door erover te praten krijgt dat wel meer vorm. Dus dat is wel belangrijk. Ik vind kledij gewoon iets plezant. Hè. Dat valt voor mij onder het onderdeel. Mij amuseren in mijn werk, dat is ook een manier waarop ik mij kleed. Dat is vaak kleurrijk, vaak met grote oorbellen. Als je nu de voorbije periode neemt, het voorjaar, waar iedereen toch wel heel wat weken thuis heeft gewerkt. Ook dan, elke dag, vond ik het leuk om mij leuk aan te kleden en aan mijn kantoor te gaan zitten, mijn bureau te zitten thuis. Ik vind dat dat wel een andere mindset geeft dan in de pyjama hangen heel de dag. Wat mij ook wel eens overkomt, uiteraard, of in een jogging hangen, maar toch niet zo heel erg veel.